Maar hoe worden al die verschillende soorten suiker nu gemaakt? Daarvoor moeten we terug naar de suikerfabriek. Waar waren we gebleven? Jullie weten al dat de bieten tot kleine snijdsels worden geraspt. Bij de eerste stap van de suikerwinning wordt de suiker uit die snijdsels gehaald. Dat gebeurt in twee reusachtige diffusiemachines. De Tiense suikercontinu-diffusie werd vorige eeuw in de jaren 20 in Tiene ontwikkeld en wordt wegens zijn uitstekende efficiëntie nu zowat overal ter wereld gebruikt. De vloeistof met de hoge concentratie suiker die aan het ene uiteinde van de trommel wordt opgevangen voor verdere verwerking, noemt men het diffusiesap. Het overschot van de snijdsels of pulp verlaat de diffusor via het andere uiteinde om dan geperst te worden. De uitgeperste pulp wordt gebruikt als veevoeder. Ook al het afvalwater wordt na het transport en het wassen van de bieten en na het persen van de pulp gerecupereerd voor zuivering en hergebruik. Het diffusiesap bevat behalve de suiker ook nog heel wat onzuiverheden. Die worden eruit gefilterd. Het resterende sap is zichtbaar zuiverder geworden. Het bevat nu 12-13% suiker. De rest is water. Om de suikerconcentratie in het sap te verhogen, wordt door opwarming het water uit het diffusiesap verdampt. Aan het einde van dit proces verkrijgen we het diksap, een stroop met een suikerconcentratie van 65%. Bij de kristallisatie wordt die stroop in enorme kookpannen verdampt. Zo krijgt men een halfvast mengsel van stroop en suikerkristallen, de kookmassa. Die kookmassa gaat dan in centrifuges, waar de suikerkristallen van de stroop gescheiden worden. Door dit proces een aantal maal te herhalen, worden verschillende soorten en kwaliteiten suikers verkregen. Wat uiteindelijk van de stroop overblijft, de melasse, wordt gebruikt voor de bereiding van alcohol, gist, citroenzuur en veevoeder. Het spreekt vanzelf dat in elk stadium van de productie stalen worden genomen voor kwaliteitscontrole. Omdat tijdens de bietencampagne genoeg suiker wordt gemaakt voor bijna een heel jaar, wordt die voorraad opgeslagen in hypermoderne silo's. Van daaruit wordt de suiker dan geleverd aan de suikerverwerkende bedrijven of eerst verpakt en dan verkocht in de winkels. Ja, weg zijn wij. En zo beland ik uiteindelijk in iemands winkelkarretje. Niet al de suiker die in Tiene gemaakt wordt, wordt verkocht in pakjes, doosjes, zakjes of sticks. 92% van de suiker is bestemd voor verwerking in producten allerlei. Dranken, zuivelproducten, chocolade, koekjes en ander snoepgoed, maar ook in veel farmaceutische middelen. De Tiense suikerraffinaderij investeert voortdurend in de ontwikkeling van nieuwe toepassingsmogelijkheden voor suiker en suikerbieten. Er komt iemand. We zijn in beweging. Ah, eindelijk zien we iets. Hé, hey, hier, ik wil ook mee. Ja, here we go. Wieuw. Wauw, een feestje. Super. Van Beyoncé. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Wat een lekker stuk. Bedankt voor het compliment. Het is juist omdat ik er zo goed uitzie dat ik gecast ben als de vedette van deze film. Ik werd speciaal voor deze scène vanmorgen vers gebakken. En suiker werd niet alleen gebruikt voor mijn bereiding, maar ook voor mijn opsmuk. En voor een pronkstuk als ik kwam daar heel wat creativiteit bij kijken.
En zo heb ik dan de hoofdrol bemachtigd in deze film. Dat is best een interessant verhaal, maar ik zit al veel langer in het vak. Ik zag voor het eerst het levenslicht in de Tiense suikerraffinaderij. Stilte op de set. We gaan nu het uitblazen van de kaarsen filmen. Klaar iedereen? Actie. 3, 2, 1. Laat het jullie smaken. Suiker is een noodzakelijk onderdeel van een gevarieerde en gezonde voeding. Suiker in het ochtendkopje koffie of op je cornflakes en een boterham confituur helpen je elke dag opnieuw aan de nodige energie. En hoe drukker je in de weer bent, hoe meer suikers je lichaam nodig heeft. In tegenstelling tot wat velen denken, is een suikerarm dieet geen garantie voor een slankere lijn. Want in de meeste gevallen wordt suiker dan vervangen door vetten. En van vetten zal je veel sneller een kilootje bijkomen dan van suikers. Want 1 gram vet levert meer dan dubbel zoveel kilocalorieën op als 1 gram suiker. Met wat meer suiker in plaats van vet in je voeding, kan je dus beter je gewicht onder controle houden. En met nog wat meer lichaamsbeweging zal dat kleinere maatje je extra beeldig staan. Tijd voor mijn slotscène. Lekker heet en het ruikt hier zo exotisch. Alsof ik in Indië ben. Tea for two and two for tea. And now the end is near. Zo, het was mij een genoegen om jullie wat meer uitleg te geven over de complexe wereld van de suikers. Hopelijk is het nu allemaal wat duidelijker geworden. Zo klaar als een klontje. Ik heb mij altijd al afgevraagd waarom men dat zegt.